Welkom terug bij Wakker op Zondag. Het openbaar vervoer moet beter en efficiënter om een alternatief te kunnen bieden aan Koning Auto. Daar is iedereen het over eens. Maar wat is beter? Daarover lopen de meningen uiteen. Wat de discussie nog moeilijker maakt, is het schaarse budget en de tijdsdruk. Want de wegen slibben alsmaar meer dicht. Je hebt natuurlijk ook wel gebieden in de provincie Antwerpen dat iets minder dicht bevolkt is. En daar moeten we ook kijken, denk ik, in hoeverre we dat recht op basismobiliteit, dat ik absoluut wil vrijwaren, op een creatievere manier kunnen opvullen. Ofwel met reguliere bussen, ofwel met belbussen. Die bussen met de allerlaagste bezettingsgraad gaan we niet meer aanbieden, behalve in de centrumsteden, in de 13 centrumsteden, en behalve waar inderdaad een vraag is. We willen het over een andere boeg gooien. Dus wat we nu voorstellen is betaalbare, zeer sociale tarieven voor iedereen. Maar in ruil garanderen we wel dat we naar beter en meer vraaggericht op. Dan vraag ik me af, waar moeten die mensen dan naartoe? Die moeten gaan werken met de bus. Studenten die vooral zondagsavonds naar hun kot moeten. Sowieso al niet gemakkelijk, niet veel trams en niet frequent. Ik vind dat niet zo erg, luister. Er zijn wel mensen waar dat wel erg zou verzaaien, maar ja. Goed, laten we het er eens over hebben. Hè. Ik begin bij de directeur-generaal van de lijn, Roger Kesteloot. Er verandert wat hè, bij de lijn. Het idee van basismobiliteit verdwijnt en wordt vervangen door een meer vraaggerichte aanpak. En daardoor verdwijnen enkele ritten. Wel, het is in ieder geval zo dat met het aantreden van de nieuwe regering er een aantal beleidsaccenten zijn verschoven waar wij rekening mee moeten houden. Nu, ik denk dat we zelf ook al vanuit de lijn in het memorandum voor de verkiezingen aangegeven hadden dat basismobiliteit zoals het ingevuld geweest is in het verleden op bepaalde punten misschien zijn doel voorbij schiet, op andere punten zelfs niet eens zijn doel bereikt. Ja. U gaf het zelf ook aan, hè, dat er te veel lege bussen aan het rondrijden waren. Nee, dat we moeten kijken naar waar is er effectief vraag en hoe kunnen we daar het best op gaan inspelen, in plaats vanuit een toch wel heel theoretisch concept te gaan kijken waar wat moet gaan rijden. Laat ons gewoon zien van waar er absoluut vraag en potentieel is om daarop in te zetten, zeker in tijden van besparingen en budgettaire schaarste. Wouter van Bezien van de Groen, het concept basismobiliteit was een beetje achterhaald. Wel, ik ben het ermee eens dat lege bussen, als die er rijden, dat niet zo'n interessant gegeven is. Maar ik vind wel, als je dan lijnen gaat afschaffen als gevolg daarvan, dat je wel eerst een alternatief voorziet. Hè. En die alternatieven kunnen van alles zijn. Dat kunnen belbussen zijn of buurtbussen of combimodellen, taxichecks. Dus ik vind wel dat mensen die toevallig wonen daar waar er misschien niet veel mensen wonen en waar dat er niet zoveel mobiliteitsvraag is, maar die zelf wel, omdat ze geen auto hebben of omdat ze willen het openbaar vervoer of iets dergelijks nemen, dat ook moet mogelijk zijn. Dus dat is één punt. Lege bussen weg, ja, maar op voorwaarde dat er een alternatief is voor mensen die het openbaar vervoer willen nemen. Maar anderzijds, het probleem dat hier niet aangepakt wordt, vind ik, is het probleem van de te volle bussen en trams. En die zijn er natuurlijk ook, en zeker hier in Antwerpen en in onze regio. En ik denk dat daar volop moet ingezet worden. Wat is daarvoor nodig? Ja, een betere doorstroming, maar ik denk ook meer aanbod. En als je meer aanbod wil creëren, zal je natuurlijk wat investeringsbudget nodig hebben. En daar kan meneer Kesteloot niets aan doen. Maar dat is deze Vlaamse regering, die vind ik te weinig de kaart trekt van het openbaar vervoer. Okay. Daar waar die vraag er laten wel is. Laten we beginnen bij uw eerste puntje, de lege bussen aanpakken. Meneer Wizé, ik zag u knikken. Het klopt, lege bussen hebben totaal geen zin. Maar het is ook een foute voorstelling van de feit dat alle bussen van de lijn zouden leegrijden. Ook op het platteland zijn er bussen die echt wel reizigers vervoeren. Nee, er is nu gekozen om een aantal lege busritten te schrappen. Maar we moeten toch wel stilstaan bij zijn. Er zijn reizigers die zich geen auto kunnen permitteren. Die mensen moeten nog op hun werk geraken. Zoals in het filmpje is gezegd, studenten moeten naar de universiteit geraken op zondagavond. Als daar het openbaar vervoer voor die studenten of die werknemers die zondags werken verdwijnt, dan dwingen de mensen in de auto. En hoe meer mensen we in het weekend in de auto duwen, gaan die mensen ook in de week meer met de auto rijden. Eens dat je die auto koopt, gebruik je die heel de week. Dus het heeft ook impact op die momenten dat de files er al staan in de week. Ja, meneer Van den Berg, het ontmoedigt en het isoleert mensen een beetje. U woont in Kalmthout, dat is al wat verder van de stad en misschien niet zo makkelijk meer om in de stad te raken met de bus bijvoorbeeld.
In elk geval wel met de trein. Dus, we hebben een heel goede treinverbinding, dus in die zin mogen we niet klagen op het vlak van openbaar vervoer. Toch eerst een puntje rechtzetten. Voor zover ik het heb begrepen, maar meneer Kistelhals kan dat wel niet bevestigen, is het zeker niet de bedoeling om bussen te gaan schrappen waar veel gebruik van wordt gemaakt door bijvoorbeeld studenten op zondagavond. Het is echt wel de bedoeling om bussen die quasi leegrijden, om daaraan te gaan werken en om die middelen die daardoor bespaard wordt, voor een stuk ook terug te kunnen inzetten op de plekken waar het nodig is. De investeringen in materiaal voor de plekken waar het heel druk is, waar er overbezetting is, daar moet volop worden op ingezet. Die investeringen worden ook niet teruggedraaid. Wat betreft basismobiliteit, denk ik dat we af moeten van het eng invullen van die basismobiliteit louter en alleen met bussen vanuit de lijn. Ik denk dat we basismobiliteit veel ruimer moeten bekijken, dat ook de fiets daarin een belangrijke rol kan spelen, tot aan een bushalte bijvoorbeeld, tot aan een treinstation. Je moet dat ruimer bekijken dan puur enkel de bussen zoals destijds werd gedaan. Ja, meneer Kesteloot, bent u het daarmee eens? Niet alle druk op de lijn? Ik denk dat we inderdaad in de komende periode gaan moeten zoeken om een alternatief te kunnen bieden daar waar we met het geregeld vervoer, zoals dat dan genoemd wordt, de oplossing te duur wordt. Mm-hmm. Om daar naar partnerschappen te gaan zoeken met lokale besturen, met lokale initiatieven. Privé-initiatieven, zegt u? Er zijn nu al een aantal dingen aan de gang in een aantal gemeenten waar men vanuit het OCMW, vanuit de lokale besturen, maar ook vanuit een aantal buurtwerkingen, alternatieven biedt, waarvan ik zeg van wij moeten dat niet afschuiven op die mensen, maar we moeten zoeken naar partnerschappen, waardoor je eigenlijk op een veel efficiëntere manier, zoals het bijvoorbeeld in Denemarken gebeurt, daar heb je dat soort integratie van verschillende vervoersvormen om ervoor te zorgen dat daar waar heel weinig mensen wonen, ze toch nog een vorm van basismobiliteit hebben. Meneer Van Bezien, het heft ook een beetje in eigen handen nemen en er zelf voor zorgen? Ik ben het daarmee eens, maar de vraag is natuurlijk, welke volgorde neem je aan? En dus ik hoor meneer Kesteloot zeggen, we gaan een paar lijnen afschaffen en we gaan dan zoeken naar partnerships om iets anders in de plaats te brengen en hopelijk gaat dat lukken. En dat is natuurlijk mensen in de kou zetten. Dus je moet eerst zien dat er een alternatief is en lokale besturen zijn daar belangrijk bij en dan kan je in uw aanbod gaan rommelen. Ik denk dat dat de logische volgorde is. Misschien even een reactie, meneer Kesteloot. Dat klopt eigenlijk. Ik denk dat het duidelijk mogen zijn, en we hebben dat in het verleden ook al bewezen, dat wij niet blind gaan besparen. Dat wij, zoals meneer Van den Berg zegt, we gaan geen lijnen afschaffen, ook niet in de regio waar echt mensen van misschien moet u daar even een schatting of een voorstelling van geven, want mensen denken nu dat er alle bussen op zondagochtend of zondagavond worden afgeschaft. Wat voor besparing levert u dat op? Wel, om te beginnen, het gaat dus niet over de bussen en de trams in de centrumsteden, die blijven eigenlijk wat ze zijn in heel grote mate. We gaan optimaliseren waar het kan. Het gaat hoofdzakelijk over die belbussen waar dan de bezettingsgraad in de vroege zondaguren en in de late zondaguren heel laag is. En ook een aantal streekbussen waar die bezetting in die uren ook zo laat is. En kan u daar een percentage op plakken of dat te vroeg? Dat is moeilijk om daar nu een percentage om te plakken, omdat de mensen op het terrein nu precies goed aan het kijken zijn van waar het mogelijk is en doenbaar is en waar we absoluut moeten afblijven. Dus dat gebeurt echt op het terrein. Alleen wat wij gezegd hebben, is als je die maatregel neemt en je berekent dat puur financieel, dan moet dat eigenlijk in de hele besparingsoperatie van 35 miljoen Wiese, 5 miljoen opleveren. Meneer Wiese, een organisatie als Treintrambus, wordt die daarin gekend? Wij hebben daar zeker gelukkig gesprekken over met de lijn. Wat meneer Kistelhals daarjuist zei, van, er moeten samenwerkingen zijn in de kleinere gemeentes om daar het lokale openbaar vervoer te verzorgen. Dat is zeer verstandig, want anders verspillen we echt te veel geld. Ik ben het niet eens met meneer Van den Berg als hij zegt, we gaan op het platteland besparen om dat dan in te zetten in de steden. Dat verhaal geloof ik niet. Wacht, ik ga het even uitleggen waarom ik dat totaal niet geloof. De besparingen die je op het platteland kan realiseren, zijn peanuts tegen de kosten die we hebben in de steden. En de overheid zou de lijn beter helpen voor doorstroming te verzorgen in de centrumsteden. Want daar produceert de lijn een enorm groot deel van haar diensten. En als ze daar zou kunnen besparen, dan kan ze veel meer besparen als je die doorstroming realiseert. Dus jullie dwingen, de overheid dwingt de lijn om inefficiënt te werken, vooral in de grote steden. Onze trams en bussen staan stil voor het rode licht en vast in het verkeer. Daar kan de lijn niets aan veranderen. En daarom is de lijn een inefficiënt bedrijf. Maar daar kan de lijn niet aan doen. Dat ligt aan de overheid en het gebrek aan doorstroming. Ja. En als je die doorstroming in de steden realiseert, dan kan je dat plattelandsvervoer zelfs zo laten rijden, want dat betekent niets in de financiële uitgaven van de lijn, in verhouding tot de verspilling in de steden. Ja, meneer Van den Berg. Misschien toch even om iets recht te zetten. Ik heb helemaal niet gezegd dat we op het platteland moeten afbouwen om in de steden te gaan investeren. Dat is niet wat ik gezegd heb. Mm-hmm. Integendeel zelfs, ik denk dat we goed oog moeten hebben voor
het potentieel gevaar van vervoersarmoede op het platteland. Het is een heel sluipend, het is niet zo zichtbaar gevaar dat we zeker in het oog moeten houden. Dat er voldoende ook mogelijkheden zijn op het platteland om van daaruit het openbaar vervoer te gebruiken. Ja, wat meneer Buzet eigenlijk zegt, is dat de lijn slachtoffer is van het feit dat de regering of regeringen te weinig initiatieven nemen om voor een vlotte doorstroming te zorgen. Wel, de investeringen voor doorstromingsmaatregelen die blijven op hetzelfde niveau als de voorbije jaren. Er zal blijvend stap voor stap ingezet worden om die doorstroming in de steden te versterken. We zitten vandaag in een zeer moeilijke financiële situatie. Daar extra middelen tegenaan gooien is niet zo evident. Ik weet wel, die investeringen verdienen zich terug, waardoor de lijn rendabeler kan gaan werken. Maar je kan die werken ook niet overal tegelijk doen. Dus je moet daar goed het evenwicht bewaren tussen wat je kan doen op een jaar tijd en de middelen die je daarvoor voorziet. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Ja. Ja, ik denk wel dat wat meneer Van den Berg zegt terecht is, namelijk het is een politieke keuze hè, of hier geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer en doorstroming of niet. Hè. We hebben een alternatieve begroting gemaakt voor het Vlaamse gewest. We hebben daar jaarlijks extra 200 miljoen euro voorzien voor de lijn. Meneer Van den Berg zegt terecht, ja, de doorstromingsinspanningen die we doen, die blijven op hetzelfde niveau. Die zouden dat dan is het probleem. Evenredig mee de dat is het probleem. Dat moet natuurlijk sterk versneld worden, maar het is niet alleen de Vlaamse overheid, waar je voelt dat die, vind ik, te weinig die kaart trekken van het openbaar vervoer. Je ziet ook op de lokale besturen, die ook een belangrijke partner zijn, dat daar als het gaat over aanbod creëren, dat men daar ook een beetje de boot afhoudt. Hè. Als je de vergelijking maakt, als ik het nu heel politiek mag zeggen, in de vorige legislaturen hadden we een groene burgemeester in Mortsel, Ingrid Piraat, daar is een tram doorgetrokken. We hadden in Zwijndrecht Willem-Minnebo, daar is een tram naartoe gegaan. Mm-hmm. Op dit moment zijn bijvoorbeeld de N-VA-burgemeesters in Brasschaat, in Ekre, die houden de tram af, die zorgen Het heeft te maken met beleidskeuzes, meneer Kesteloot, geeft u dat ook toe? Het heeft te maken met beleidskeuzes, uiteraard. Minder voor openbaar vervoer, meer voor auto? Maar dat weet ik niet. Het gaat er ook om dat de middelen die dan geïnvesteerd worden, ook aan de kant van die investeringen goed worden benut. En dat heeft soms meer te maken met het maken van de keuze van prioriteit geven op het terrein aan het openbaar vervoer, dan om er nog eens 100.000 euro tegenaan te gooien. En u hebt het gevoel dat er geen keuze. Prioriteit meer wordt gegeven maar nu? Ik denk dat er op het vlak van bijvoorbeeld het discussiëren rond busbanen en infrastructuur zitten we al een hele weg. Maar ik vind dat er in de komende jaren absoluut een kwantumsprong moet gemaakt worden op het vlak van verkeerslichtenbeïnvloeding, zeker in de centrumsteden. Ja. Als je de investeringen zou vergelijken die wij in het openbaar vervoer steken hier in Vlaanderen en in België... Ik wou net over het buitenland beginnen. Dat is gewoon absurd dat je dat gaat vergelijken met de cijfers in het buitenland. En u zegt, de middelen voor doorstroming worden op peil gehouden. Die middelen zijn absurd laag. En het terugverdieneffect, als je daar meer in zou investeren, dat bezwaart helemaal niet de begroting van de Vlaamse regering, want dat terugverdieneffect is extreem kort. Mm-hmm. Dus als je morgen zegt, ik investeer in doorstroming, dan verdien je dat onmiddellijk terug, zeer snel. Als je dat bedrijfsmatig zou doen, men zou dat onmiddellijk doen. Ja. Meneer Van den Berg, hoe komt het dat het in ons land maar niet lijkt te lukken om dat verhaal van openbaar vervoer op de rails te krijgen? Goh, ik denk dat het nogal kort gezegd is om te zeggen van we krijgen dat niet op de rails. Er worden heel veel inspanningen gedaan. Je mag toch niet vergeten dat er jaarlijks een klein miljard naar de lijn gaat, dat er jaarlijks een 3 miljard naar de NMB's gaat. Mm-hmm. Dat zijn toch enorme bedragen. En men zegt dan dat is minder dan in andere landen. Vaak wordt voor de spoorwegen dan, de spoorwegen die ik het beste ken, wordt er verwezen naar het model aan Zwitserland. In Zwitserland gaat 1,2 miljard jaarlijks naar de spoorwegen. Bij ons bijna 3 miljard. Ik denk dat als je het dan over cijfers hebt, dus als je dat toch cijfers helemaal, wil halen, dan moet je toch ook dat wel... Klopt. Maar in Zwitserland wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer, waardoor het veel efficiënter kan geëxploiteerd worden. Dat is ons groot probleem. Wij zien naar de exploitatiebudgetten die niet goed zijn. Ik vind Van der Leyen is dat ook niet goed. Maar dat zou veel beter kunnen zijn, moest meneer Kisteloot minder trams en bussen nodig hebben om zijn dienstverlening te doen. Ja, maar hij wordt gedwongen. En dan toch wel een reactie van meneer Kisteloot. En we mogen niet te ingewikkeld maken. Dus ik denk en ik blijf ervan overtuigd dat er meer investeringsbudget moet zijn, zowel voor de NMBS als voor de lijn. Tegelijkertijd, denk ik ook, en dat is uiteraard zo, is de vraag waar ga je met dat geld naartoe? Wat doe je daarmee? Dat is ook een keuze. Ik denk dat er bij de NMBS intern ook wel wat efficiëntiewinsten te maken zijn. Absoluut. Maar wat bijvoorbeeld ook een oud zeer is in ons land, is de gebrekkige samenwerking tussen
tussen de lijn en de NMBS. En dan is dat misschien ook nog niet zozeer op het niveau van de organisatie, maar ook politiek. Het feit dat het een is natuurlijk federaal, het ander is Vlaams. Maar je zou hier toch, als het gaat over de Antwerpse regio, een volledige integratie moeten hebben van waar dat de trams liggen, waar dat er light rails kunnen op de sporen, ook naar ticketing en abonnementen zouden toch één geheel moeten kunnen het vormen. Moet een, en ook op dat vlak een, zitten we zeer inefficiënt. Een beter netwerk worden, wat u eigenlijk zelf ook al aangaf. Absoluut. Hè? Ik denk dat hier de boetade van elk nadeel heeft zijn voordeel past. Van we gaan gedwongen worden door de budgettaire schaarste om precies te gaan kijken hoe we complementairder kunnen werken, hoe we echt naar een geïntegreerd netwerk kunnen gaan. En laten we zeggen, aan de ene kant gaat het dan over de samenwerking met de spoorwegen. Ja. Aan de andere kant gaat het ook inderdaad om veel meer rekening te houden, wat ons betreft ook, aan fiets. We hebben het nog niet over de elektrische fiets gehad, maar dat gaat boomen in de komende jaren en nieuwe mogelijkheden bieden tot betere integratie van heel het vervoernetwerk. En ook integratie met lokale initiatieven. Ik denk dat iedereen op gelijk welk niveau omwille van de budgettaire schaarste alleen al verplicht zal worden om uit zijn hok te komen en om te gaan kijken waar we samen op een goedkopere manier hopelijk minstens dus even goed... Dus toch een vraag richting beleid, richting politiek. Absoluut. Misschien zeker in tijden van crisis mensen doen besparen op hun vervoer. Helpt hen? Ja, die vraag zit ook heel duidelijk verwoord in de regeerakkoorden zoals we die vandaag hebben. Dus dat in het regeerakkoord staat heel expliciet, en minister Galland heeft dat ook in het parlement al herhaaldelijk bevestigd, dat er gaat gezorgd worden voor betere samenwerking tussen de verschillende vervoersmaatschappijen. Dat staat al 20 jaar in de bestuursakkoorden. Het heeft nooit zo expliciet gestaan in de bestuursakkoorden zoals het vandaag de dag erin staat. Zo expliciet verwoord dat er tot een betere samenwerking, dat er tot geïntegreerde plannen moet gekomen worden, tot regionale voorstadsplannen voor Antwerpen, voor Gent, voor de grote steden. Dat staat vandaag in de regeerakkoorden om tot betere samenwerking te komen. En daar ligt ook inderdaad de sleutel. We moeten af van het hokjes denken. Maar dat de lijn overal moet komen, dat de NMBS overal moet komen. Je moet dat samen bekijken en niet apart, want dat is meneer toch wel... Maar dat er nog wat mank loopt met die samenwerking, bewijst misschien het feit dat de NMBS dunbevolkte treinen wilde laten vervangen door bussen en dan zijn we in cirkeltjes aan het werken. Absoluut. Hè? Dus minister Galland heeft voorgesteld om te onderzoeken of dat we zwakke spoorlijnen niet moeten verbussen. Dat hebben we al in 1984 al eens geprobeerd met het ICER-plan. Dat is fataal afgelopen. Al die reizigers zijn gewoon weg. Die zitten niet meer in de bussen. Het zou veel beter zijn. Die zitten in de auto. En het zou veel beter zijn dat we nu echt niet meer gaan afspreken van we gaan nog wat spoorlijnen schrappen. Nee, het zou veel verstandiger zijn dat de lijn en de NMBS inderdaad samenwerken en dat de lijn de reizigers van de kleinere dorpen brengt naar die stoptreinen op die kleine lijntjes, zodanig die treinen vol reizigers lopen. Wel, ik heb in ieder geval de toezegging van het huidige topmanagement van de NMBS dat bij de totstandkoming van het nieuwe transportplan, want het huidige transportplan is geldig voor 3 jaar, maar dat we bij de totstandkoming van het nieuwe transportplan eigenlijk al vanaf begin volgend jaar zullen betrokken worden om te vermijden dat wat in het verleden al eens het geval was, bij x aantal maanden voor het transportplan werd in werking gezet, wij dan holder de bolder nog moesten gaan kijken hoe we onze dienstregeling konden aanpassen. Het is al een belangrijk signaal, denk ik, om te zeggen van kijk, we gaan het volgende transportplan, ik zal niet zeggen samen uitwerken, want de NMBS heeft ook nog andere verplichtingen richting internationaal vervoer bijvoorbeeld, maar dat we er in ieder geval veel sneller bij betrokken zullen zijn. De belangrijkste vraag is hoe mensen ontmoedigen om voor elke verplaatsing de auto te nemen. Wel, ik denk dat ook nog. Ik denk dat er 2 aspecten heel belangrijk zijn. Enerzijds op het federaal niveau alles wat te maken heeft met bedrijfsauto's. Het is zo dat in ons land op dit moment eigenlijk een stuk loon uitbetaald wordt in diesel. Hè. Ik denk dat dat moet schuiven, dat we daar naar een mobiliteitsbudget moeten gaan, waar dat werknemers zelf kunnen kiezen. Ga ik met de auto of ga ik met de tram of met de trein of met de fiets naar het werk? Dus ik denk dat daar een belangrijke Maar daar beweegt wel wat, hè, meneer Van den Berg? Daar beweegt wel wat, ja. Wij hebben daar rond heel wat werk verricht de voorbije jaren. We hebben er een studiedag rond georganiseerd. We hebben daar een wetsvoorstel rond uitgewerkt. Vorige legislatuur ingediend. Tijdens de onderhandelingen in het regeerakkoord gekregen en nu opnieuw het wetsvoorstel ligt klaar, ligt op tafel. Daar moeten we inderdaad nu werk van maken om dat gerealiseerd te krijgen, zodanig dat er voor die werknemers een alternatief komt. Zodanig en dat er een compromis is dat het ook fiscaal naar bedrijven toe nog interessant is. Maar klopt, wat betreft de fiscale voordeling van de bedrijfswagens, zou niks veranderen, hè, bij mijn weten. Dus denk ik dat dit zeer halfslachtig is. Maar we hadden hier vorige week nog een bedrijfsleider die pleit om dat alsjeblieft te behouden. Ik weet dat meneer Van den Berg voorstander is, dus voor mij is dat een bondgenoot, maar natuurlijk, zoals zo vaak al gezien, de voorbije maanden zit CD&V wat gevangen in een regering met N-VA en VLD. Ook een mobiliteitsbudget mag volgens u niet fiscaal
Nee, jawel, een mobiliteitsbudget wel, maar natuurlijk als je het gewoon, als je het niet vervangend maakt ten opzichte van de bedrijfswagens en zeker van het element van privégebruik van bedrijfswagens, dan schiet het wel een stuk het doel voorbij. Ja. Ja, eerst even misschien naar trein, tram, bus daarover. Ja, u vergeleek daar straks de exploitatiemiddelen die wij naar de NMB sturen, dat extreem hoog is in verhouding met de Zwitserse spoorwegen. Ik zou ook graag hebben dat dan België even gaat vergelijken hoe sterk wij de wagens fiscaal subsidiëren. Dat is extreem hoog. Wij zijn daar koploper op deze aardbol. Uh-huh. Waarom maakt u die vergelijking niet? U subsidieert de files door de extreme subsidies voor bedrijfswagens in stand te houden. Uh-huh. Dat bedrijven die dat geld nodig hebben, dat begrijp ik. Maar het zou veel verstandiger zijn dat die bedrijven dat inzetten voor innovatie in plaats van te veel wagens op de autostrades te brengen. Ja, ik ben het ermee eens dat de bedrijfswagens mobiliteitseffecten hebben die uiteraard niet wenselijk zijn. Uh-huh. Maar men mag ook niet dit debat isoleren binnen in een mobiliteitscontext, dat is ook een verhaal van loonkost natuurlijk. En daar zitten we met een angel waaraan gewerkt moet worden, dat mee moet genomen worden in debatten rond taxshift en dergelijke meer. Ja. Maar er is wel een akkoord binnen deze meerderheid, want meneer Van Bezien probeert ons te isoleren binnen die meerderheid, maar er is wel een akkoord binnen die meerderheid om te gaan werken aan een mobiliteitsbudget als alternatief voor die bedrijfswagen. Om dat even fiscaal interessant te maken, zodanig dat mensen ook effectief de keuze hebben. Want vandaag zijn er werknemers die bedrijfswagen in hun schoot krijgen geworpen en niet anders kunnen dan die auto gebruiken voor andere plaatsingen. Zonder zulke maatregelen krijgt u de mensen niet naar uw bussen? Wel, ik denk dat het mobiliteitsbudget iets is waar we ons ook al sinds jaren achter scharen om te zeggen, oké, er is nu zowel qua loonkost een probleem, los dat op aan de kant van de loonkosten, niet aan de kant van de mobiliteit. En aan de andere kant, ik denk dat we inderdaad ervoor moeten zorgen dat het openbaar vervoer ook op dat vlak een alternatief wordt, dat op zijn minst fiscaal even aantrekkelijk is als de bedrijfswagen. En dat is nu gewoonweg niet het geval. En ik geef meneer Wieser gelijk, als je kijkt naar de bedragen die terechtkomen in het subsidiëren aan de ene kant van de bedrijfswagen en wat er dan aan het openbaar vervoer besteed wordt, dan zitten daar ook nog verbetermogelijkheden in. Ja, meneer Van Bezien, maar gaan de neuzen voorzichtig toch in de juiste richting voor? Ik kan dat alleen maar supporteren, maar ik zie het nog niet gebeuren wat betreft de fiscale bevoordeling van de bedrijfswagens. Zie ik niks in het regeerakkoord dat daar zou op wijzen dat verminderd wordt. Nu, er is nog een ander element als het gaat over de bevoordeling van de wagen en dat zit hem bij de lokale besturen. En bijvoorbeeld de stad Antwerpen schrapt deels het stopprincipe het mobiliteitsbeleid van de stad. Daar hebben we hier al over gedebatteerd. Voilà, maar dus als je nu kijkt naar gisteren, naar die koopzondag, dan zeg ik deze ploeg van de Wever en Co, die oogst wat ze gezaaid heeft, door al 2 jaar te zeggen, alle auto's zijn volop welkom hier, waarop dat die auto's niet meer kunnen verwerkt worden. En dus als mensen met auto hier komen, maar dat is niet de eerste keer dat gebeurt, dat moeten we ook zeggen. Dat gebeurde vroeger ook. Nee, maar je ziet daar dat uiteindelijk diegene die de dupe is de automobilist zelf, want die zit hier natuurlijk heel gefrustreerd in zijn auto. En als we naar een beleid kunnen komen waar de mensen die een goede reden hebben om met de auto te komen, met de auto naar de stad komen, maar de anderen niet, omdat er een goed ander openbaar vervoer is en andere alternatieven zijn. Ja, dat is ook goed voor die automobilisten, want dan gaat die vlot kunnen rijden in de stad. Meneer Wieser, u beaamt dat, want doorstroming, dat is ook... Absoluut, ja. Het heeft totaal geen zin van de stad vol auto's te trekken, want dan zit de stad letterlijk vast. En het was gisteren wel degelijk de eerste keer dat de stadsbestuur moest beslissen, we blokkeren de auto's, we mogen de stad niet meer in, want de stad zit vol auto's. Mm-hmm. Ja, dan blokkeert die stad, dat is heel slecht voor onze lokale economie, hè. Onze winkeliers moeten mensen hebben dat het aan de deur kunnen gaan. Als het over doorstroming gaat, dan moet ik toch nog heel even naar de actualiteit van gisteren, namelijk de beslissing van Europa dat die aanbesteding voor de fameuze Oosterweelverbinding opnieuw moet gedaan worden. Opent dat, voor u is het antwoord ja, opent dat opportuniteiten om een nieuw tracé op tafel te gooien, meneer Van den Berg? Wel, ik heb begrepen dat meneer Weitz een nieuwe bouwaanvraag zal lanceren. Kijk uit naar zijn verdere initiatieven, maar ik denk in elk geval dat het duidelijk is dat daar iets moet gebeuren. En dat daar ook liefst snel iets aan moet gebeuren. We zijn er nu al jaren over bezig. Ik hoop dat meneer Weitz erin zal slagen om dat traject nu op de goede sporen te krijgen. Oké, goed. Uw reactie hebben we gisteren in ons nieuws gezien. Mag ik u allemaal erg bedanken voor uw komst naar onze studio en een fantastisch 2015 toewensen. Dank je.